In die opmerking hoor je precies wat jij zei. Hè? Van, er gebeurde iets bij hem. Hij trok die afwijzing eigenlijk niet. Nee. Het was 2018. En er moesten dingen veranderen, werd toen al gezegd. Wat moest er anders? Nou, er werd onder andere door de inspectie Veiligheid en Justitie, was het geloof ik, die heeft toen onderzoek gedaan, kwam tot de conclusie van ja, er wordt veel te veel langs elkaar heen gewerkt door allerlei verschillende instanties, waardoor die signalen niet bij elkaar komen en waardoor dus ook het patroon niet zichtbaar wordt. Vrouwen worden onvoldoende serieus genomen als ze zich melden met een klacht over stalking, over bedreiging, over vernielingen aan hun huis, dat soort zaken. Maar nauwelijks serieus genomen, wat betekent het dan? Dus je gaat ergens naartoe, je zegt dit is wat mijn ex gedaan heeft. Je gaat dan naar de politie bijvoorbeeld. Ja. En dan zeg je van ik word bedreigd of ik word gestalkt door mijn ex. En ja, dan krijgen sommige vrouwen dus te horen van dan moet u naar een echtscheidingsadvocaat gaan. Of misschien moet u gewoon nog eens een goed gesprek hebben, want waar twee kijven hebben twee schuld. Mm-hmm. Of het wordt gewoon een melding, die wordt ergens opgeslagen in een systeem. Er wordt een etiketje opgeplakt van huiselijk geweld of van bedreiging of wat dan ook. En de volgende keer als die vrouw komt, dan wordt er weer een ander etiketje opgeplakt. En op die manier wordt dus nooit dat patroon zichtbaar. Het dossier wordt niet, je ziet het niet snel. Nou ja, weet je, Humera zou op de dag dat ze werd vermoord, zou ze voor de vijfde keer aangifte gaan doen bij de politie. Dan denk je al vijf keer, waar slaat dit op? Er is een geval van een vrouw in Limburg, Regen Perez. Die heeft in 2 maanden tijd met 22 verschillende agenten te maken gehad. Die allemaal al haar meldingen weer onder andere kopjes opborgen. Zij is vermoord. Ja. Als u dit en zo ze hoort, wist dat het zou gebeuren. Ze had zo weinig vertrouwen dat ze haar uitvaartpolis of was dat klaargelegd op het bed. Ja. Dit is eigenlijk het schrijnende geval. Ja. Dit is eigenlijk wat er bij u op uw bord ligt. Ja. Hoe is dit nou te voorkomen of te verbeteren? Nou, Saskia gaf het net ook wel aan. Hè? Dat is wel terecht. Femicide is vaak de uitkomst van stalking, van huiselijk geweld. En het herkennen van die signalen door deskundigen, door professionals, door dus politie, daar begint het wel mee. Maar ook gewoon wij als maatschappij, die rode vlaggen, zoals we dat dan hebben geformuleerd. Zit in iemand in isolatie? Wordt iemand continu gecontroleerd? Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Wanneer kom je naar huis? En dat zijn allemaal wel rode vlaggen. En alleen al de omgeving bedoel je eigenlijk? Ja, ook een oproep aan de maatschappij. Ja, ook wel echt een oproep. Mensen beter kijk naar elkaar. Ja, precies. Ja. Kijk naar elkaar om. Ik denk dat dat echt ook een hele belangrijke is. Kijk naar elkaar om, maak het bespreekbaar en doe daar melding over. Dat hoor je ook wat terug van nabestaanden, van slachtoffers. Mm-hmm. Van ja, als wij toch wel wat meer daarvan hadden gezien. Als ik daarin was geholpen. Ja, maar u zegt eigenlijk ook, er zou bij de dat het wel gezien wordt, maar dat je dan naar de politie gaat en 22 verschillende agenten spreekt. Dat gebeurt dus nee. Maar dat kan gebeuren. Weet je, het probleem is ook voor de politie, want ik wil niet de hele Zwarte Piet naar de politie toeschuiven. Die krijgen te maken met 40.000 stalkingsgevallen per jaar. En je kunt onmogelijk iedereen achter de tralies zetten. Wat kun je eigenlijk wel doen op het moment dat je dus stelt, er komt iemand één, zegt twee keer met een verhaal over stalking. Nou, één moet bij de politie. Ja. En maar ook bij Veilig Thuis en bij alles. En iedereen die een melding ontvangt moet natuurlijk al heel snel de deskundigheid om de hoek kijken. Ja. Is hier sprake van huiselijk geweld? En ook hoe kunnen we het duiden? En welk formulier invullen? En het formulier, precies. Ja. Er is Humera is een aanbeveling gedaan om een zogenaamd SASH-formulier te laten invullen. Staat voor sexual harassment en nog het een en ander. Dat zijn 16, 17 vragen die eigenlijk iedere vrouw zouden moeten worden gesteld die zich komt melden bij de politie. En aan de hand van de antwoorden kun je dan bepalen of er een rode vlag aan hangt of dat er misschien nog wat andere interventies mogelijk zijn. En wat blijkt 5 jaar na Humera, dat dat op heel veel politiebureaus gewoon niet gebeurt. Dus je merkt iedere keer, er komt een onderzoek naar zoiets. Ja. Iedereen is verontwaardigd en iedereen roept, mag nooit meer gebeuren. We gaan het allemaal beter aanpakken. Ja. En 5 jaar later zijn we geen barst opgeschoten. Nou, en daarnaast, ik denk ook wel goed om aan te geven, is ook de zaken die ik dus nu ook waarvan ik zie, daar is gewoon echt wel verbetering voor nodig. We hebben de mogelijkheid, althans de burgemeesters hebben de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij plegers. Dat gebeurt nu op dit moment vooral in acute crisissituaties. Maar je wil dat voorkomen. Ja. Dus waar de verbetering ligt is, kunnen we dat niet al eerder, wanneer er sprake is van structurele onveilige situaties, kan dan al niet op dat moment al tegen die pleger
gezegd worden, ja, jij bent tijdelijk, dus thuis niet welkom. Ja. En daarmee creëer je rust thuis. Dus dat zijn wel een van de maatregelen waar ik aan werk. En ook wel de slachtoffers beschermen. Dat is ook een van de belangrijke pijlers in die Stop Femicide. Die slachtoffers beschermen. Er is een pilot, die is succesvol, wordt nu verder uitgerold, dat slachtoffers met een soort van GPS-kastje meelopen, waar ze ook naartoe gaan. Die staat in contact met een dader, met een pleger. Oh. En dat gaat af, maar ze krijgen een signaal. Op het moment dat de dader of de verdachte te dicht in de buurt komt. Dus je kunt allerlei verboden kan je natuurlijk allemaal opleggen. Ja. Maar stel dat zij toevalligerwijs allebei besluiten die dag naar de Efteling toe te gaan of naar een festival toe te gaan. En zij komen dus dicht bij elkaar in de buurt. Dan worden zij in de gaten gehouden. Precies, en dat gewoon het gebiedsverbod negeert. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. En de politie kan niet alles voor zijn. Nee. Die kunnen niet iemand voortdurend blijven volgen. Ik weet dat jij niet altijd van strenger straffen bent. Maar er zijn landen, Cyprus, Malta, Costa Rica, Kroatië, die hebben femicide specifiek strafbaar gesteld. Het is strafverzwarend. Het is al strafbaar, hè? Want femicide is niks anders dan moord of doodslag. En dat is strafbaar. Mm-hmm. En er is een range waarbinnen het Openbaar Ministerie zijn eisen kan formuleren en een rechter kan oordelen. Ze kunnen kijken naar de specifieke omstandigheden van een geval. En ze kunnen dus al besluiten om het zwaarder te bestraffen als ze vinden dat dat zou moeten. En dit is wel een categorie. Ja. Ik krijg heel vaak het antwoord, met name van mannen, er worden nog altijd meer mannen vermoord. Klopt, maar niet door hun ex of door hun man of vrouw. Maar dat is een verschil, hè? Dat is een mannen worden verschil. Vaak in criminele circuit vermoord. Ja. De vrouwen bijna altijd in huis. Zwaarder straffen in hun veilige omgeving. Wat u zou zien zitten? Strafverzwaring op het moment dat het een femicidezaak blijkt te zijn, omdat er al zoveel leed wellicht aan vooraf is gegaan? Nee, ik zou echt willen pleiten voor preventie, dit voorkomen en de oproep. Ja. Kijk naar elkaar om. Voed uw zonen op. Voed uw zonen op. En meld het, alsjeblieft. Ja. Veilig thuis, 0800 2000. Bel de politie, maar maak een melding van. En wees zorgzaam voor anderen. En daar vraag naar het SAS-formulier. En vraag naar het SAS-formulier. Ja, ja.